Zo, heer Dirven, we zijn nu aangekomen. En kokzijde. Kokzijde. Is natuurlijk wel totaal anders dan penis. Hoe heet dat weer? Penismunde. Oh, penismunde. Ja, vorig jaar penismoede. Ja, vorig jaar waren penismoede. Nou zijn we in kokzuckerszijde. Ja, en hoe vind je het nou? Nou, veel kokzuckers. Een hoop van die kokzuckers die ik niet versta. Het zijn Belgen die Frans praten. Maar zelfs de Fransen verstaan dan die Franstalige Belgen weer niet. Dus die praten heel vreemd Frans. Maar wat ze allemaal, één ding hebben ze gemeenschappelijk en dat is de moel. De moel. Ze hebben overal moel. Bij de een kost het 10 euro, bij de ander 12,50. Bij de een 21,50, 25, 24,50. Ik heb ze alle prijskategorieën eens gegeten, de moel. De moel naturalement. De moel met look. De moel met witte wijn. Veel witte wijn. Ook zonder de moel doen wij veel aan witte wijn. Maar met de moel samen en witte wijn in de moel krijgen we wel een heel lekker gevoel hier in Kokzucker City Zijde. Kokzucker. Laat maar zien, mevrouw, waar we zitten hier. Laat het strand maar zien aan de kokzuckers. De kokzuckers die thuis zijn. Zo, nou ben ik weer genoeg geïnterviewd. De culturele manifestatie zit eraf voor vandaag. Klap. Wat? Hoe was je dag? Wat heb je allemaal gedaan? De dag was vreselijk. Doe het ding maar dicht. Gooi hem op de grond, als je niet weet hoe die uit moet. Ben je op de grond gooien? Ja, ik vind het vreselijk. Ik ben blij. Moeten we volgend jaar weer een nieuwe kamer kopen? Ik ben blij zijn huis gaan. Dichte kudding. Kun je nou even lachen, een beetje lachen? Kokzuckers City. Vanuit Kokzuckers City, een reporter, de heer. Open en sluiten. Dag. Hallo Linda. Hallo. Vorig jaar was jij in Penismunde. Nee. Van de penis 1, de penis 2 en de penis 3 raket. Ja. Nazi-Duitsland. Waar ben je nu toch terecht gekomen? Sla je me dood? Nee, dat weet je best wel. Volgens mij is dit de Franse Riviera. Oké, dan zullen we eens even kijken. Ook wel een donker iemand, maar of het echt Frans is, weet ik niet. Maar vertel eens, hoe vind je het hier? Maar je hebt wel je hobby weer opgevat, zie ik hier. Ja. Je hobby heb je hier helemaal. Hooray, 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 hooray. Je hobby heb je, kijk maar hier, maison, maison. En hoe is het eten? Nou, het eten was best lekker. Ja, wat heb je gegeten nou? Ja, ik heb zalm gegeten. Ja. En ik heb tagliatelle gegeten. Oké. Okay. Met pak soy. Dat is Surinaams toch? Pak soy. Surinaamse kool. Als je dat eet, pak soy. Wat een soy. Dat is zo vies. Oh. Afzien daarvan, heerlijk. Maar heb je ook nog leuke gesneuvelde militairen uit de oorlog gezien? Want ja, heel veel. Maar die waren dood. Dus ja, een beetje moeilijk. Uit welke oorlog? Want hier zijn er heel veel hier uit de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Kun je daar iets over vertellen aan de lezers? Ik dacht uit de Tweede Wereldoorlog. Uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen zaten de Engelsen hier vast op het land. Ja. En die moesten gerepatrieerd worden. Wie wordt hier nou geïnterviewd? Jij of ik? Ja, maar je weet geen kut. Ja, maar wat is dat nou voor stomme vraag? Andere vraag. Oké. Heb je nog Engelsen gezien hier uit? Nee, andere vraag. Maar in welk hotel verblijf je? Wat ben jij voor een interviewer? Ja. Nou. Ik blijf in het hotel Carnac. Ja. En daar zijn we ook geweest, hè? We zijn in Penis Cola geweest. Ja. En we zijn nu aan de Franse Riviera. Ja. Maar we zijn ook samen in Carnac geweest. Ja, Carnac, ja. Bij de Maniers. Bij de Maniers, ja. Waarvan niemand weet hoe ze er ooit gekomen zijn. Nee. Ik verdenk de plaatselijke bevolking ernstig van. Wie wordt hier nou geïnterviewd? Dat ze daar gewoon opgesteld hebben voor de toeristen, maar goed. Oké. Okay. Mediagaal, hè? Soms zo mediagaal. Nou. Hier, neem een kaars, zo. Met je mond in. Nee, dan wil je afsluiten. Ga maar zo afsluiten. Weet je wel, sluit het ding maar af en gooi het in de zee. Oké, nou. Gooi het in de zee. Nou, heb je nog een laatste woordje? Amen. Oké, houden we. Nog heel even. John, ik vervel me zo. Heb je zin in een spelletje? Ja, in Kokzuckers City. Nee, ik bedoel niet zo'n spelletje. Oké. Maar heb jij zin in
Mikado? Ja, vind ik te gek. Doe maar bamzaaien. Nou, kijk, dan moet je wel naar beneden gaan. Oh, het is helemaal gestructureerd. Ja. Jij bent. Ik ben. Moet jij de leesbril opzetten dan? Wacht even. Deze die is redelijk veilig. Nou, dat vind ik echt... Nou ben ik toch? Oh, ja, je hebt bewogen. Oh, Ik heb bewogen. Terug. Ik heb een bewogen leven achter de rug. Hij is bewogen. Hij is bewogen. Komt ie. Ah. Ja, nou ben jij weer bewogen. Oude gek, gek. Kijk, deze pak ik probleemloos weg. Deze ook. Deze. Pak deze. Oké. En deze. Ja. Ik heb gewonnen. Ik heb er drie en jij hebt er twee. Dag. Welke zie daar achter die? Kijk ze daar spelen in de speeltuin. Ik heb een rush in mijn hoofd. Een rush? Ik heb helemaal geen rush, maar mijn zat is de tank. Ik ga helemaal niks. Kom zo, kom zo.